Welcome. This is the Energy Vibration Lesson for the week, the first week van oktober. Week begin 30 tot en met 6 oktober. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Bedankt voor de positive energy vibration. Het is een week, rustig aan. Neem rust alsjeblieft. En als je rust neemt, gaat je echt zien positive energy vibration dat gaat best wel opkomen voor jullie. Het is tijd om even rust te nemen, even met jezelf, lekker wat met jezelf kan doen en geniet daarvan, niet te veel doen en delen. Nou, daar is transition voor fiscale voor Scorpionetje. Nieuws komt in van deze persoon. Sommige van jullie dat is in een relatie met de fiscale of Scorpionetje, daar is definitely transition voor deze persoon. Daar komt een einde naar zijn financial stability. Whatever the issue is of situatie, daar komt een einde naar zijn financial stability. Het hoeft niet de financial stability. This is the end of transition. Deze persoon kunnen dat die gaat verhuizen, okay? Deze zijn Nederlands, dus als jullie vindt het leuk, zo ziet hij uit, mooi dek en het zegt, de horizont gebeurt verandering of verhuizen aan. Van deze volken kunnen wij leren dat het is zal keren. Okay, dus daar is een transition dat gaat binnenkomen voor jullie als je bent in een relatie. Daar is een transition tussen u en een fiscale of Scorpionetje. Als je hebt kinderen met deze mensen, nieuws komt in dat daar komt een transition voor deze persoon. De doodkist is hier aan en daar is de eind van conflicts met family. Daar is definitely de eind met conflicts met family, met kinderen. Daar is echt een eind dat gaat hier speelt. Daar is, en dit kan je zien, de leugens en deceptive in family. En dat soort of issue. Ik zie long-term stability dat hier is gespeeld, whatever the energy and situatie. Ik zie dat een eind komt. Naar issues met een organisatie en je staat gewoon weg hiervan. Nou, als we kijken, sommige van jullie besloten uit een moeilijke situatie uit te stappen, weg te gaan van een moeilijke situatie of een best wel deceptive situatie dat is gespeeld. Sommige van jullie, jonge mensen, je krijgt een brief dat een vispersoon, whoever deze persoon, er is geen liefde. En deze persoon besloten om even verder te gaan in zijn leven. Prima. Dan daar is burdens, omdat daar is de leugens is nou boven water gekomen met een familielid. En dat soort van ding. Ik zie een organisatie helemaal in de clinch met de conflicts en dat soort van ding. Er is geen meer balance in een organisatie. Whatever dat is gespeeld, daar is echt geen meer balance. Ik zie sommige van jullie verdrieten over financial stability. Je krijgt een bericht over de page van Pentacles komt binnen. En daar komt een bericht en ik zie dat sommige van jullie moeten best wel iets gaan terugbetalen. Of het komt zo, het sommige van jullie moeten iets terugbetalen. Sommige van jullie komt best wel uit of een situatie. Daar is heel veel conflict in een ondernemer of een bedrijf. Heel veel conflicts, heel veel deceptive situatie dat is gespeeld. En daar komt het best wel op. Dan hebben wij de koningin. Dit is jullie dames, 45 jaar en ouder. Ik zie dat je zoekt innerlijke kracht, maar genezing komt voor een issue. Mensen die hebben een zaak, dit ziet best wel goed uit. Sommige van jullie misschien gaat zelf je zaak opzetten, maar je zit om te denken en te plannen. Hoe worden kinderen opgepast? Omdat soms moet je buiten de deur afspraken en dat soort van ding. Ik zie geen liefde dat komt op, of whatever the issue is en de situatie is. Ik zie dat sommige van jullie gaat een onderplan voor je kinderen even gaan uithalen.
And ik zie help komt binnen voor jullie. Help komt binnen om werk te vinden. Of help komt binnen met je project of whatever. Ik zie heel veel netwerken. Maar ik zie heel veel issue en situaties met kinderen. Conflicts in de huis met kinderen. Whatever the issue and situatie is. Je staat stevig in je schoenen. En je staat boven een situatie of een issue. It is so it says some onrust is around jullie. Maar laat het even uitwerken. En je gaat even zien dat alles gaat best wel beter komen voor jullie. Dames en heren, niet vergeten om te crosswatch, om te zien wie zijn deze mensen, omdat sommige van jullie hebben issue met de boodschotten persoon. Dus let me hier op. En daar zijn issues in op de workfloor en issues in de family. Heel veel conflicts tegen elkaar in de family en issues. Dus let me hier op. En ik ga het even zeggen. Namaste, tot volgende week.